Maas. Bronjo. Gooit hem in de rug van de verdediging. Van Kamp legt hem breed. En het is 1-0. Rafael Holzhauser. Prachtig ingestudeerd nummer. En Lokeren komt overal te laat en te kort. Dit zijn de goals waar ze ook op de bank extra blij mee zijn. Het is geen buitenspel van Kamp, voor alle duidelijkheid. Dus dat is 1 paas, 2 en 3. En natuurlijk begon het al met die bal breed van Maas richting Bronjo. De Ridder. Ja, goede schijnbeweging van Sven de Ridder. De Ridder gaat het helemaal zelf doen. Ja, terwijl er toch twee ploegmaats van hem voor het doel waren. Hij wil graag wat meer animo. Op die manier geeft hij zelf het goede voorbeeld. Holzhauser snijdt hem goed aan, hoor. En dan dwarrelt hij binnen. En dan is het geen 2-0, want de vlag omhoog. Hij heeft de assistent buitenspel gezien. Nou, dit is inderdaad buitenspel van Plakka. Maar er is toch geen speler van Beerschot die aan de bal komt hier. Weggedraaid door Fesu Plakka. De ruimte ligt op links bij Holzhauser. Gaat hij zijn linker boven halen? Dat doet hij. En hij raakt de doelhout. Waar is Beerschot? In het begin van de tweede helft al met een heel goede, snelle omschakeling. Svorokovski spurte met Tirpan. Svorokovski gaat door, maar de Kramer heeft al gefloten. Ja, dat was wat vroeg. Geel voor Tirpan en die had al geel. Dus is het rood en is het 11 Beerschotters tegen 10 Lokeraars nog ruim een half uur lang. Nganga. Ceballos. Ceballos nog. En de voetveeg van Mike van Hamel.